Pisces en welkom bij mijn kanaal. Vandaag doen wij weer een swatch party van rode lippenstift. Vergeet vooral niet deze kanaal te abonneren en deze video te liken. En we gaan starten met deze swatch party. Ik ga beginnen met mijn liquid lipsticks en ik begin gewoon direct met de lippenstift dat ik nu op mijn schone lipjes heb. En dat is deze van L'Oreal. Deze L'Oreal lipstick gebruik ik veel te weinig omdat die heel hard steent. Daarom, maar dit is de 115 I'm Worth It. En ik begin gewoon direct met mijn liquids, dat die direct kunnen opdrogen. En ik moet morgen gaan werken met een swatch op mijn arm waarschijnlijk. Ik vind deze een heel goede lipstick. Het is niet heel droog aan, het droogt ook heel mat. Dus daarom is het eigenlijk wel een hele leuke lipstick. En momenteel hoe dat mijn haar eruit ziet. Voor alle kappers die mij misschien volgen of mijn video zien, ik weet, ik ben patches hell, mijn haar. Dat is echt niet hoe dat moet zijn, maar I like it. Ik zit nu in een tussenfase tussen kleuren en ik zit met een hele grote twijfel welke kleur dat ik wil. Dus, de volgende is van de Marvel collectie met Maybelline in 20 Pioneer. Met ons beautiful Spider-Man op. En die is de kikker onder. Eigenlijk, al mijn rode lijken wel een beetje op elkaar, zo. Maar ik swatch ze heel breed vandaag. De volgende is mijn Shane Dawson en Jeffree Star Velour Liquid Lipstick in Are You Filming? Yes, I am, dear. Dat is mijn 30. Je ziet eigenlijk dat dat zo wat meer het neutraal blauwe, dan iets meer de warmere tint. En dan heb je zo weer dat, ja... Iets lichter rood. De volgende is mijn NYX Liquid Suede in Biker Babe. Dit is een metallic. Deze is zo'n rode paarse kleur eigenlijk. Het ziet er echt heel paarsig uit, maar zijn tube ziet er rood. Dus daarom dat ik die eigenlijk bij de rode heb gezet. Omdat dat zo'n rode paarse kleur. Het is echt zo dat donkerrood. Iets van de goodiebox dat ik heb gekregen. De Messao... Messada Milano Velvet Kies 117. Ik weet niet hoe dat de naam heet. Het was een naam dat er niet bij past. Ik denk dat er iets mee... Fizzy Coral. En dan denk ik, dit is niet coral, dit is rood. Die swatches die heb ik zelf nog niet gebruikt. Gewoon omdat ik niet echt zo voor die potloden ben. Er riekt naar niks. En als de volgende lipstick erbij is... Ene van Revolution in Sinner. Dit is van de Adventskalender. En dat is weer zo'n True Red. Ene van Freedom, dat eigenlijk ook is van Revolution. In Pro Lipstick Vamp Noir. Deze was mijn favoriet in heel veel verschillende. Is die gekomen. Maar dat is zo die rode Bordeaux kleur. En ik swatch natuurlijk wel gigantisch geef. De volgende lipstick is een limited edition van Essence dat ik heb, is de Spice It Up Matte Lipstick in 02 Hot Like Chili. En dat is ook weer zo'n matte True Red een beetje. Wel een hele prachtige kleur. Dat is echt gewoon een prachtige rode kleur dat ik denk van allee, ik gebruik het te weinig. Ik gebruik het echt te weinig. De Rimmel Kate Moss Lipstick in 107. Dat ik van mijn beste vriendin heb gekregen, is ook bijna op. Zou ik eigenlijk meer moeten gebruiken. En dat is weer zo'n Sofia Bordeaux rode kleur. De MAC Lipstick. Ik heb een kleine mini in matte Russian Red. Die zou ik ook meer moeten gebruiken. Is weer zo'n True Red. Om het zo te laten zien. Echt zo'n True Red. Oei. Goed toch? Dicht doen. Mijn eerste, deze van Kiko Milano in 05. Is meer zo'n oranje rood. Eigenlijk meer naar het oranje, maar het is wel nog altijd een rode kleur. Anders had ik die niet meegenomen. Ik ken het u beloof, ik ben meer voor rode kleuren. Maar dat is meer een oranje kleur. Oranje rood. Kleurtje. En we zijn al bij de twee laatste gekomen. Ik weet, het is een korte. Normaal zou ik die kruis samen doen met mijn oranje lippenstiften. Maar ik wou gewoon echt full on red doen. En nu heb ik mijn Soft Matte Lip Cream in Helsinki.
Heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt om deze. Ook van een nat Svenskalender gepakt. En ik heb hem hier geswatcht. Het is niet zo'n goede swatch, moet ik wel zeggen. En dan heb ik Jactara in hun, ook in een soft met lipcream van NYX. En die zet ik ernaast. En dat is ook zo'n Bordeaux rode kleur. En dit zijn al mijn rode lipsticks. Die zijn in totaal 13 lipsticks en ik ben super blij. Vergeet vooral niet te commenten welke kleur next. En tot de volgende video. Doei!